Patrol klaar voor actie, Ryder, meneer. Machinist Ed meldde net dat de trein met alle kermisattributen vastzit in de tunnel. Ah, oh, alle kinderen zullen zo teleurgesteld zijn. Daarom zorgen wij dat de trein bij de kermis komt. Dus voor deze missie wil ik... Rubble. Rubble is aan de rol. En Rocky. Groen is gaan. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Wat ben ik blij jullie te zien. Wat een slecht moment voor treinpech. Het komt wel goed. Waar zit je precies vast? Oh, ik zie wat het probleem is. Rubble, kun jij de tunnel verbreden? Boor! Rocky, zet jij die lading weer terug op zijn plek? Dan kan die trein weer doorrijden. Dat ga ik doen. Wat denk je ervan, Ryder? Mooi, Rubble. En die treinwagon is ook bijna klaar. Ik moet nog één ding inladen. Kom eens, jongens. Dit moeten jullie zien. Dat zit goed vast. We kunnen op pad. Wij rijden een stukje mee om te zorgen dat alles goed gaat. Ik zal die anders opruimen. Machinist Ed, we zijn aan boord. We gaan een kermis opzetten. Zag je hoe ik eruit zag in die lachpaleisspiegel? Mijn benen waren heel wiebelig. Dat heb ik gezien. Ik sprong een meter de lucht in van die grote clown. Hey, dank je. Hey, jullie bedankt. Zonder de Paw Patrol zouden we geen kermis hebben gehad. Graag gedaan. Wanneer je trein vast komt te zitten, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De katjes van burgemeester Hamdinger zitten in de clownsauto en ze rijden heel hard en gevaarlijk rond. Dus voor deze missie wil ik Chase. Chase zit er bovenop. En Sky. We gaan de lucht in. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Geen zorgen, katjes. Iemand anders komt jullie zo meteen redden. We moeten hem tegenhouden. Sky, laat Toedels op de auto landen. Ja, goed zo. Pak de sleutel. Heb je geen olie in je hoed om hem los te maken? Oh nee, het dak is te glad door al de olie. Het is gelukt! Goed gedaan, Toedels! Oh, mijn katjes, ze zijn veilig! Help! Rocky, Zuma, we hebben hulp nodig! Groen is gaaf! Ik duik erin! We moeten snel zijn! Hij gaat recht op het verjaardagsfeest af! Kijk uit! Burgemeester Hamdinger gaat zo meteen mijn taart verpesten! Niet als het om mij ligt! De taart is gered en het feest ook! Bedankt, Paw Patrol! Graag gedaan, Alex! Wanneer het geclown je iets te veel wordt, dan om hulp! Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Zoals jullie weten zijn er wilde konijntjes opgedoken bij het paasfestival. Dus voor deze missie wil ik Rocky. Met behulp van je katapult kun je hapjes gooien en de konijnen in een kotje lokken. Groen is hup en spring. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Dat is geen eentje. Kijk jullie eens, daar zit een konijntje. Oh. Laat mij maar. Kom maar hier, lieve konijntjes. Ik weet dat jullie een wortel lusten. Hebbes! Bedankt, Rocky. Oh nee, kijk. Er mist er nog eentje. Whisker zit bovenop het reuzenrad. Sky, kom snel naar het reuzenrad met je helikopter en mandje. Whiskers is in gevaar. Deze pup gaat vliegen. Ik heb Whiskers in het vizier.
plezier. Wees voorzichtig, hij schrikt nogal snel. We blijven allemaal zo stil mogelijk. Ruff, mandje. Kalm en beheerst. Oké, maatje, spring maar in het mandje. Rustig aan. Oh, joepie, mijn beurt om te gaan. Oh, nee. Oh, konijnen kunnen niet vliegen. Maar Puppy is gelukkig wel. Fantastische vangst, Sky. Ja! Heel erg bedankt voor het redden van het festival. En vooral voor het redden van die schattige kleine konijntjes. Wanneer een konijntje in nood is, dan hobbelt die hupje om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Robohond, volg het signaal naar Grote Rots Canyon. Daar wordt meneer Wingnut gevolgd door wolven. In Grote Rots Canyon barst straks een storm los. Er liggen veel stenen in de canyons, dus ik wil Rubble. Rubble is aan de rol. En Marshall. Jij kan met dieren praten, dus jij kan de wolf vertellen dat ze meneer Wingnut met rust moeten laten. Ik ben er helemaal woep woep klaar voor. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Ah! Marshall, ga in zuidoostelijke richting. Daar bevindt meneer Wingnut zich en de wolven. Ik zal ze alvast zeggen dat ze weg moeten gaan. Oh nee, dat klinkt als nog een wolf. Ah! Wat goed, Marshall. Ik ga meneer Wingnut redden. Ryder, we hebben een probleem. We hebben nog een probleem, Ryder. Die onweersbui die we proberen te ontwijken, die is er bijna. We moeten meneer Wingnut daar wegkrijgen voordat de canyon volstroomt. Marshall, breng je nieuwe kudde naar de Paw Patroller. Probeer het rotsblok te verplaatsen. Robohond, haal ons uit deze canyon. Wat doen die wolven hier? Geen zorgen, we zijn vrienden. Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Alex zit vast op een beverdam. Oh, nee! En door de dam kan de zalm niet bij de zee komen. Maar hij mag niet kapot, want de bevers wonen daar. Dus voor deze missie wil ik... Sky. We gaan de lucht in! En Rubble. Rubble is aan de rol! Oké, Paw Patrol is niets te doen. Kijk, Piep, daar is de Paw Patrol. Sky, til Alex en Piep op en breng ze in veiligheid. Begrepen, Ryder. Rubble, start met het graven van een geul bij de rivier. Dan kunnen het water en de zalm weer doorstromen. Doe ik. Harnas. Bedankt, Sky. Hij zit vast. Goed gedaan, Sky. Hoe gaat het met de geul, Rubble? Niet heel snel. Kijk. Oh, dat is zonder meer een substantiële school zalmen. Hoe komen ze ooit langs die geduchte dam? Sorry, maar ik heb nog wat meer tijd nodig voor de geul. Dat geeft niet, Rubble. Niemand kon weten dat de vissen nu zouden komen. Als die bult boomstammen iets lager zou zijn, dan konden de vissen er overheen. Of als ze hoger kunnen springen. Deze kant op, voor een vliegensvlugge rit, mijn vrolijke visvriend. Zo cool! Woehoe! Yay! En dit inspirerende idee voor een viskanon kan nog goed van pas komen bij een volgende beverblokkade. Ha! Bedankt, Paw Patrol. Kleine moeite, kapitein Turbot. Wanneer je zalm weer vastzit, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon.